Op 21, 22 en 23 april hebben we het historisch festival in Almelo, waarbij we meer dan 200 jaar teruggaan in de tijd. Tijd van Napoleon. De veldslag waarbij gestreden wordt om vrijheid en gelijke rechten voor iedereen en met veel belangen. De reenactors zijn gekleed zoals het was in 1815. Geen ritsen, ook geen telefoons zichtbaar, geen horloges. Originele uniform, originele kledij met bijbehorend musketten, kanonnen, paarden, alles in die tijd zoals het toen was. Wij beginnen 's morgens rond 8 uur eigenlijk al als iedereen ontwaakt tussen 7 en 8. Dan begint het kampleven, soldaten krijgen drill. Dan gaan ze het eten maken, marcheren, oefeningen. Maar dan gaat de hele dag door een programma draaien. Met koetsen, koren, de dans om de vrijheidsboom, schapen drijven komt. Oude ambachten is te zien, het kampleven van toen is te zien. Kleermaaksters, afijn, het hele programma. Inclusief een veldslag, inclusief Highland Bagpipers, het hele verhaal. Zijn ze gewend, zijn allemaal goede ruimte.